avond. Goeie avond. Verstaat u mij klaar en duidelijk? Ik begrijp u volledig. Nou, dan zijn we vertrokken. Ik ga zelf iets opbiechten, als biechtvader mag dat ook. Ik heb hier een pina colada in mijn handen gestopt gekregen en ik ben al een beetje zatjes. Oké. Okay. Ja, alcohol zet de sluizen van het denken open of schroeft ze helemaal dicht. Heb je zelf ook al een glas gekregen? Ik heb zelf ook een glaasje pina colada. Ja, waarom zijn ze dat in godsnaam aan het uitdelen volgens jou? Ik weet eigenlijk dat ze dat doen omdat ze naar pina ik ben daar niet de naam vergeten. Pina Bausch verwezen. Pina Bausch verwezen, ja, daar komt de aap uit de mouw. Ja. Welke voorstelling heb je gezien? Laat ons daarmee beginnen. De warme winkel speelt de warme winkel door de warme winkel. Oeh, dat is een hele hap, hè. Zou je mij kunnen uitleggen waar het stuk in godsnaam over ging? Het thema plagiaat en het feit dat als een kunstenaar iets wil overnemen, dat dat sowieso een eigen interpretatie is. Dat je dus eigenlijk nooit exact een kopie kan maken of plagiaat kan plegen. In het eerste deel hebben de drie acteurs van de zes het over het werk van de warme winkel, het oeuvre van de warme winkel en het al dan niet naspelen van Café Müller van Pina Bausch. Dus ze lezen een brief voor dat ze niet mogen doen, maar uiteindelijk doen ze het toch. Het eerste deel vond ik enorm enerverend. Ja, heel dat gesprek, heel dat gedoe, dat interesseerde me eigenlijk niet al te veel. En dan in het tweede deel spelen ze eigenlijk gewoon integraal Café Müller van Pina Bausch na. Tu connais Café Müller? Oui, et c'était rigolo de voir ces acteurs, un peu burlesques, faire Café Müller. Ouais. Ça m'a beaucoup fait rigoler, oui. Die voorstelling eigenlijk van Pina Bausch van Café Müller heb ik gezien op tv eigenlijk. Dus dat is niet hetzelfde. Ik vond dat ze het heel goed gedaan hebben. Ik was eigenlijk heel blij om Café Müller een keer te zien. Ik bedoel, het is wel niet Café Müller, want het is door de warme winkel, dus het is iets heel anders. Maar toch ook wel. Je sais pas si c'était une très bonne interprétation de Café Müller. Mais c'était beau quand même. Oui. Hoe zij met die materie omgaan en hoe zij dat tonen en hoe zij dat spelen en hoe zij dat in hun lichaam naar buiten brengen, vond ik dan eigenlijk wel heel schoon. Qua authenticiteit kan het wel door de beugel, vind ik. Ofzo. Wat vind jij van plagiaat? Zolang dat het oorspronkelijke in eruit en dat vermeld, zie ik niet echt het probleem ervan, denk ik. Ja, dus mocht jij de rechter van de wereld zijn, dan is deze voorstelling van de warme winkel geen plagiaat aan het adres van Pina Bausch. Nee, voor mijn mening ook niet. Ik denk dat Pina Bausch dat eigenlijk ook niet zo vindt. Ik ben ook van die overtuiging dat zelfs als je iets kopieert, dat dat sowieso een deel van jezelf is. Ik vond het een enorm boeiend stuk. Het heeft even geduurd voordat het helemaal tot mij kwam, maar een keer dat ik erin zat, vond ik het, ja, heb ik er enorm van genoten. Quelle était le scène le plus intéressant, le plus joli? Probablement le moment où il parle des temples qui sont reconstruits tous les 20 ans, c'est ça? Après, c'est le moment le plus poétique, je dirais. Toen het tweede deel, de dame en de man, elkaar tegen de muur aangooien. En dat voortdurend herhalen, dat vond ik een heel mooie handeling. Als je één adjectief moet kiezen, misschien is dat mooi als afsluiter. Welk adjectief zou je dan op deze voorstelling plakken? Eén adjectief. Het is misschien wel boeiend, ja. Ja. Zet aan het denken. Super. Dat zijn natuurlijk meerdere woorden, geen adjectief tussen, dus ik zal bij boeiend blijven. Oké, vooruit dan maar. Fantastisch. Goed, geniet van je wijn en kom goed thuis, hè. Ja, u ook. Salut.